Meneer Gordijn, TomTom realiseerde resultaten over het vierde kwartaal die beter dan verwacht waren. Het operationele resultaat kwam uit op 113 miljoen, bij een vlak gebleven omzet van 533 miljoen. Hoe komt het dat uw bedrijf in toch een tijd van economische crisis zo goed stand blijft houden? Ja, we waren blij met het resultaat. We hebben 5 miljoen navigatieapparaat verkocht. Belangrijk ook dat we in andere segmenten nieuwe vormen van inkomsten ook behoorlijk gegroeid zijn. Zo'n 180% betere omzet dan het jaar daarvoor in nieuwe producten en nieuwe diensten. Dus je ziet een verbreding van de inkomsten. En je ziet ook een stevige vraag naar onze, zeg maar, wat traditionelere producten zoals de navigatiekastjes. En dat komt natuurlijk omdat het hele goede producten zijn, uiteindelijk. We hebben 40 miljoen navigatiekastjes verkocht. Er zijn 40 miljoen mensen die, nou, ik wil niet zeggen iedere dag, maar heel vaak vertrouwen op TomTom om op een bestemming te komen. En daar zijn we ook wel een beetje trots op. En je ziet dat niet zo 1, 2, 3 gecannibaliseerd wordt, dat daar door blijvende vraag voor navigatiedienst is. Oké, maar toch daalde de gemiddelde verkoopprijs van uw P&D's. Wanneer komt er een einde aan die daling, denkt u? Of gaat die daling nog doorzetten? Nou, we hebben daling gezien. Als je kijkt naar 2009, als het in het geheel, dan was die daling zo ongeveer 20% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat is nog wel fors, maar dat is een stuk minder dan wat we in 2008 hebben gezien. En als ik kijk naar 2010, dan verwacht ik opnieuw dat die ASP-verlaging, die zal wel plaatsvinden, maar in mindere mate weer dan in 2009. Dus je ziet wel een einde komen aan die snelle waardeafname. We zijn nog niet helemaal doorheen, maar het scheelt niet veel. Maar kunt u daar dan een percentage aan verbinden al? Nee, dat kan ik nog niet. We zijn er ook een beetje afhankelijk van valuta. Wereldprijzen voor componenten, die hebben toch een behoorlijke invloed op de eindgebruikersprijs, zoals u zich kunt voorstellen. We weten niet precies hoe die zich zullen gaan ontwikkelen. Maar we zien wel dat er die enorme prijsdaling die we in de afgelopen jaren hebben gezien, die wordt niet herhaald in 2010. Welke strategie gaat TomTom volgen in de mobiele telefoonmarkt, nu Nokia en Google spraakgestuurde navigatiesoftware aan gaan bieden? Ja, we zijn al heel actief natuurlijk in de mobiele wereld. We genereren er ook een belangrijk deel van de inkomsten, met name via de kaartlicenties. Als je kijkt naar de meeste grote onafhankelijke telefoonfabrikanten, daar hebben we een relatie mee, Samsung en BlackBerry en HTC en andere. We doen veel ook met netwerkoperators. We hebben bijvoorbeeld een hele goede, diepe relatie met Vodafone voor hun kaartoplossing op mobiele telefoon. Dus we doen er al heel veel. Maar ik denk dat er in 2010 nog verdere mogelijkheden zijn om onze aanwezigheid in de mobiele markt te verstevigen. Ik moet erbij wel zeggen dat het nog niet helemaal duidelijk is hoe de verdienmodellen nu zullen gaan lopen in die mobiele wereld. Er zijn veel verwachtingen met betrekking tot inkomsten uit advertenties en andere mogelijkheden. Maar dat zijn toch voornamelijk hooggespannen verwachtingen. En dat moeten we allemaal nog wel zien gebeuren en echt zien ontwikkelen. De strategische waarde van de kaart is natuurlijk enorm. Die is ook in 2010 of in 2009 weer toegenomen. Vanwege ook de bewegingen van Google en Nokia. Wat minder duidelijk is hoe de verdienmodellen zich in de komende jaren zich zullen gaan ontwikkelen. Maar dat je een kaart nodig hebt, zoveel is wel duidelijk. Het aandeel TomTom heeft de afgelopen tijd aardig onder druk gestaan. Het is een volatiel aandeel. Heeft u zich daar wel eens zorgen over gemaakt de afgelopen tijd? Ja, het is natuurlijk niet leuk, hè. Ik zou liever een stabiele, rustige, positieve ontwikkeling van dat aandeel zien. Maar dat zijn ook dingen die we niet onder controle hebben. We werken in een snel ontwikkelende industrie. Er zijn heel wat dingen die we kunnen beïnvloeden, maar er zijn ook dingen die we niet kunnen beïnvloeden. Wij moeten ons blijven richten op efficiënt mooie producten maken, innoveren. En onze inkomstenstroom verbreden. En je zult veel activiteiten zien rond die kaart. Dat is toch een belangrijke asset voor ons.
Waarbovenop we allerlei nieuwe producten, nieuwe diensten en nieuwe industrieën kunnen ontwikkelen. Oké, tot slot speculeerde onlangs een analist van SNS Securities over een samengaan van TomTom met Garmin. Ik neem aan dat hij dat rapport ook heeft doorgenomen. Wat vindt u van die theorie dat u wellicht met uw grootste concurrent samen kunt gaan? Nou, ik heb even de headline gelezen. Ik vond het, een originele gedachte. Maar daar wil ik het maar bij laten. Dus u staat niet zozeer open voor een bod op uw onderneming? We hebben, onze strategie is er volledig op gericht om als zelfstandige onderneming mooie producten te bouwen en te maken waar klanten om vragen. En dat is waar we goed in zijn en dat zullen we blijven doen.